Het is fijn voor uw kind als het goed mee kan doen met sport en spelletjes. Als het goed in zijn vel zit, als het zelfvertrouwen heeft en zo min mogelijk kans op ziektes. Een kind met overgewicht heeft meer moeite om te bewegen en te sporten. Het doet minder snel mee aan spelletjes die veel energie kosten. Uw kind kan zich onzeker en eenzaam gaan voelen. Later heeft een kind met overgewicht meer kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suikerziekten of gewrichtsklachten. Dat wilt u natuurlijk allemaal niet. U wilt het beste voor uw kind. Maar hoe kunt u uw kind helpen om een gezond gewicht te krijgen? Daarvoor is vooral regelmatig actief bewegen belangrijk, samen met gezonde eetgewoontes. Het helpt het best als het hele gezin meedoet met een gezonde leefstijl. Jonge kinderen doen hun ouders na, dus als u het goede voorbeeld geeft, helpt dat. Als het gewicht van uw kind gelijk blijft, heeft u al veel bereikt. Afvallen is meestal niet nodig. Omdat een kind nog groeit, gaat het gewicht steeds beter bij de lengte passen. Maak eerst een beweegplan. Zorg dat uw kind regelmatig buiten speelt, een boodschap doet op de fiets of de hond uitlaat. Een uur per dag actief bewegen is voor een kind heel normaal. Als uw kind naar school fietst, is dat al een prima stap. Geef ook hier het goede voorbeeld. Pak de fiets, neem de trap en loop wanneer het kan. Doe uw kind op zwemles en laat het diploma A en B halen. Schrijf uw kind in bij een sportvereniging en ga regelmatig kijken. Maak elk weekend met het gezin een stevige wandeling of een fietstocht van een uur. Geef uw kind een groot compliment als het iets actiefs gaat doen in plaats van computeren of tv kijken. Maak daarna een plan voor gezond eten. 3 maaltijden per dag is prima. Begin elke dag met een goed ontbijt. Sla dit niet over. In groente, fruit en volkoren producten zitten veel waardevolle voedingsstoffen en weinig calorieën. Koop eten dat mager is of waar onverzadigd vet in zit. Koop bijvoorbeeld kip, rookvlees, zalm, makreel, 30-plus kaas en halfvolle melk. Gebruik weinig vet bij het koken, bak het liefst in olie. Gezond drinken is niet zoet. Geef uw kind water, thee zonder suiker, melk en af en toe een glas vers sap. Ook hier is het weer heel belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Drink samen thee en neem zelf ook geen zoete frisdranken. Geef hooguit 4 keer per dag een gezond tussendoortje. Bijvoorbeeld fruit, een volkoren biscuit, een soepstengel, een rijstwafel, een doosje rozijnen, stukjes komkommer of een wortel. Zet een schaal met fruit op tafel. Dan pakt uw kind makkelijker een appel of een mandarijn. Geef zo min mogelijk frisdrank, snoep, koekjes en chips. Doe dat hooguit op zaterdag of op een feestje. Geef uw kind aandacht. Luister naar wat het te zeggen heeft. Geef het een extra knuffel of bespreek samen de dag. Als een kind de juiste aandacht krijgt, heeft het minder behoefte om te snoepen. Zet het plan voor gezond eten en bewegen op papier en bespreek het met uw huisarts. Is uw kind ouder dan 4, dan is het goed om het plan samen met uw kind te maken. Neem uw kind dan ook mee naar de huisarts. Samen met de huisarts kunt u uw kind helpen zich makkelijker te bewegen en lekkerder in zijn vel te zitten.